Goedemorgen. Op de satellietfoto zien we veel bewolking in onze omgeving. Dat komt allemaal dankzij lage drukgebieden die vanaf de Atlantische Oceaan onze kant op komen. Die lage drukgebieden die nemen veel bewolking mee en daaruit valt ook van tijd tot tijd regen. Vanochtend met name in de kustprovincies en in het zuiden van het land, met daarbij temperaturen rond een graad of 15. En vanmiddag dan wordt het op meer plaatsen nat, met uiteindelijk met name in het zuidwesten en langs de kust veel regen. Maar ook in het midden en oosten van het land kan het af en toe spetteren. Temperaturen tussen 17 en 19 graden. Vanavond dan houdt de bewolking aan, dan wordt het wel wat vaker, wordt het in ieder geval wat minder nat. Maar helemaal droog wordt het er toch zeer zeker niet. De wind die blijft stevig doorwaaien en dat is ook morgen het geval. Matig tot soms krachtig aan de kust en ook landinwaarts blijft de wind meestal matig. Morgen dan valt er voor enige tijd de regen en dan wordt het niet warmer dan 18 of 19 graden. Ook na morgen blijft het wisselvallig herfstweer, met op vrijdag misschien nog eventjes wat ruimte voor de zon en met name in de kustgebieden wat regen. Zaterdag kan overal wat regen vallen en hetzelfde geldt ook voor de zondag en met name de zaterdag kan regionaal wel eens behoorlijk nat worden. Mijn naam is Wilfried Janssen en ik wens u nog een fijne dag.